Kinderen lopen graag rond in dure merkonderbroeken, maar een tijd geleden sloeg ook de boxen van Zeeman aan. Gratis te bestellen via internet. Je betaalt alleen de bezorgkosten. Die campagne is nu beloond door de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. Bijzonder is die dure boxers, waar heel veel jongeren echt verzot op zijn. Die is niet voor elk gezin bereikbaar, betaalbaar moet je eigenlijk zeggen. En deze wel. We zijn er trots op dat dat herkend wordt door de klanten. Dat je voor 10% van de prijs die je voor die dure merken betaalt, gewoon een hele goede boxershort kan kopen. De boxer werd ook een hype onder volwassenen. Er is zelfs een speciale huispagina waarop al wordt gewaarschuwd voor namaakexemplaren. Ja, dat is echt de grap van de week, die had ik nog niet gehoord. Maar het zal allemaal blijven bij een hype, zegt deze deskundige. Ik denk dat ze uiteindelijk weer terug zullen gaan naar de aanmerken. Zoals Björn Borg en Calvin Klein. En dit is zo'n hype gehad, zeker online, dat het daarom leuk was om ermee rond te lopen. Maar niet bewust, denk ik, omdat het Zeeman is. Dat zou kunnen, maar wat wij dus proberen. Ja, je hebt er sowieso aan eentje niet genoeg. Je moet voor de hele week. Als je dan die ene niet kan laten om te kopen, koop die andere 6 dan bij ons. Het is leuk hoor, een prijs voor een campagne van een boxershort. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe die zit. En daar ben ik wel benieuwd naar. Hij zit een beetje strak, maar je krijgt hem wel bijna gratis. Dus dat is mooi meegenomen. Maar om nou de hele week in één onderbroek rond te lopen, zie ik dat ik weer eens naar de sportschool moet.